V.A.M. zijn drie letters voor één berg waar de renners gisteren zes keer over moesten en waar Wout van Aert jammer genoeg tweede werd. We gaan het erover hebben met de wegkapitein van dienst en met de locomotief van Opwijk. Dag Dirk. Dag Max. Jappe is er niet bij vandaag. Die moest uh, weer op vakantie gaan. Maar als Jappe het laat afweten, hebben we gelukkig iemand die er wel staat voor ons. Dag Nico. Dag Max. Heel blij dat je erbij bent voor de laatste van het seizoen. Enorm. Ja. We gaan het hebben vandaag over het EK en over nog heel veel meer. Ik ben Max en welkom bij Valsplat. Goede dingen laten op zich wachten en dat geldt ook voor onze gast van vandaag. We hebben er maanden aan moeten sleuren, maar vandaag is hij hier eindelijk. Hij won al kurenen brussel Kuren de omloop het Niesblad, een rit in de Vuelta en voor een Leuvenaar het allerhoogst haalbare: de grote prijs. Poeske Scherens. Maar het voorlopige hoogtepunt van zijn carrière moet toch die schitterende dag in de lente van 2021 geweest zijn, toen hij met Milan Sanremo zijn eerste monument pakte. Monaco is zijn woonplaats, maar voor ons blijft dat toch vooral Jappen, uit Leuven. Een enorm warm welkom. Jasper Stuiven. Dankjewel, dankjewel. Blij dat je er bent, man. Ja, het heeft inderdaad even geduurd om hier te geraken. Maar ik ben blij dat het eens uitkomt en dat lukt. Ja, we hebben... Je veel gestuurd of een paar keer gestuurd om hier te komen en dan uiteindelijk is het gelukt doordat je gestalkt bent door, door Jappe zelf. Ja, ik kan ik 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 gewoon rustig langs de vaartjes gaan fietsen en uh, ik had een toerist in mijn wiel en dat, dat, bleek dan, uh, dat bleek dan Jappe te zijn die uh, toen eens kwam vragen wanneer ik afkwam met de podcast en dan uh, was er wel een datum dat misschien mogelijk uh, bleek en dan uh, is dat gelukt en dan blijkt hij er zelf niet te zijn. Ja. Ja, en dan ben ik de vervanger. Ja, <laughs> Nico, goed dat je er bent. Dus, <laughs> ja. nee, nee. Dat, is, uh, dat is ook belangrijk. Dat weten we nog niet helemaal. <laughs> Dirk, uh, jij vroeg je ook meteen af of Jasper ook door andere mensen gestalkt wordt uh, op, de, op de fiets. Ja, nee, ik weet dat dat vroeger wel het geval was, dat er zo af en toe wielertouristen aan een prof zijn deur gingen wachten als ze gingen gaan trainen, maar ik weet niet of dat, dat af en toe nog... Word je vaak, of kunnen dat verdragen dat er zo'n video is? Nee, ik, ik weet niet of ik het zo leuk zou vinden mocht ik echt zo iemand hebben die achter de hoek staat te wachten. Um, maar het is, niet, uh, het is niet zo die verhalen bij Wout of zo, dat ze echt aan de deur komen bellen van uh, zeg: uh, kunnen ze een video opnemen voor dit of kunnen ze dit uh, signeren? Dat heb ik uh, denk ik nog niet uh, echt, uh, echt voor gehad, nee. En, maar goed ook, uh, dat hoeft voor mij echt niet. Ja, ik nu in Monaco, daar is het ook anders, daar worden niet. Even... Ja, ja daar wordt zeker maar eens gelaten. Uh, maar uh, ja, ik het, uh, als we in België wonen, of als ik nu in België ben, of zelfs uh, aan het hotel of zo met de ploegen in het voorjaar, dan, dan komen er wel eens mensen kijken. Maar ik denk dat er bij de bus van Jumboan een hotel uh, meer, meer volkt staat dagelijks. Het hmm. is een paar jaar inderdaad in Monaco. Hoe is daar? Is hetzelfde soort? WhatsApp-groepjes met de renners uh, als, in, als in België? Of, of gaat dat dan nee. via de manager? Nee, nee, we hebben elkaars nummer wel, maar het is niet, uh, het is geen, we hebben geen naam voor, uh, voor de, alle renners uit Monaco. Um, maar uh, het, zijn, uh, het zijn wel wat jongens waar ik uh, meer meer op pad ga als anderen. En, uh, ja, dat, maar uh, we weten wie? Uh, ja, Danny van Proppel, Tim Welles, uh, zijn zo um, Michael Valgren, maar die is eigenlijk verhuisd naar Denemarken afgelopen zomer. Uh, Luke Rowe, uh, ja, dus uh, ja. Woutpoels ook wel eens, maar die heeft nu natuurlijk Tour en uh, Voltaire gereden, dus die was er lang niet. Um, hangt er een beetje vanaf. Um, ja, en ja. zijn dan zijn er koffie met, met die jongens? Oh, ook gewoon echt trainingen. Um, nou, in de tijd met Ritchie, Ritchie Portan. Uh, mm. Dan kon ik wel alleen maar meegaan als, echt, uh, als ik echt wil afzien. Want rustig rijden, uh, vooral rustig rijden, is, is uh, zeer pittig voor mij. Of zeker omdat je ook in de bergen gaat, of ja. rap in de bergen gaat. Ja. Um, nu nee, alle soorten trainingen. Van uh, koffieritjes tot, uh, tot zes uur samen op pad. En uh, ja, zoal plezant. En is, is het fijn wonen in Monaco? Misschien los van de, de, de ritjes en, uh, en het ja, trainings. Ja, wij wonen er graag. Het is, uh, ja, het is rustig. Het is mooi aan de kust. Het is uh, prachtig trainen. En, uh, ja, de, het klimaat is er toch wel wat, wat, wat beter dan hier gemiddeld en uh, in, de, in de winter het is het niet, is niet 30 graden of 25 graden, maar uh, het zijn het zo niet van die grijze dagen waar dat er veel uh, mensen in België in de winter over klagen. Ik heb geen excuus om niet te gaan trainen. Uh, nee, dat heb ik uh, zelden meer. maar. Maar ja, dat, dat hoeft ook niet. Hè. Ik denk dat uh, dat is net fijn dat je. Of ik vind dat persoonlijk wel fijn om te weten dat je niet moet bezig zijn. Met, moet ik hier mijn training gaan verschuiven? Want het weer, misschien toch te koud of toch nat. Of, uh, en als het dan is gebeurd, gaat dat, gaat dat echt over één dag of zo. Of, of misschien anderhalve dag. Um, terwijl ja, in België moet je misschien toch altijd. Niet alleen België, maar misschien gewoon nog uh, mm -hmm. het noorden moet je misschien wat meer opletten van oké, okay, moet ik hier de dagen omdraaien? En... Ja. Ik vind dat persoonlijk wel eng om daar niet te veel mee te moeten bezig zijn. En na de training kun je ook een keer gaan gokken in het casino? Ja, oh, dat... dat is tot op heden nog niet zo succesvol geweest. Dus, uh... <laughs> <laughs> um, ik heb... Of we hebben nog een, een kleine attentie voor je. Normaal geef je dat op het einde, maar ik dacht, ik geef het nu al. Uh, dan kan je er misschien tussendoor al van genieten. Het zijn... Pralines van uh, chocolatier Gosens. Chocolatier dus, Gosens. Uh, ja, wel bekend of? Uh, nee. nee mag nee. geven? Dank je wel, dank wel. Uit Antwerpen. Ja, het zijn Antwerpse handjes uh, in chocolade. Oké, okay, dank je wel. Zeg, uh, zeker smaken. Ja. Doe je ding mee. Je we mocht ze open doen, je mocht ze ook uh, meepakken naar huis. Verdelen onder de praatgasten. Bijvoorbeeld. Dat is maar een klein idee, Bob. <laughs> Later. Ja. <laughs> <laughs> Hoe is het met de, met de chocolade trouwens? Want ja, je hebt je eigen zaken. Uh, ja, ja, inderdaad. Oh, het is uh, een onkel dat uh, het, uh, het dagelijkse werk daar doet. Uh, maar goed, uh, goede zomer achter de rug. En uh, nu komt eigenlijk alweer de drukste periode aan. Ja. Uh, met Sinterklaas tot en met Pasen is dus, uh, zeer drukke maanden. Dus uh, ja, dat uh, op zich is dat goed, hè? dat ja. het uh, een mooie zomer is geweest. Het lijkt nu alsof ik alsof een soort van um, marketing stunt, of dat het een ja. samenwerking is. Maar ik heb eigenlijk gewoon gratis reclame gegeven, juist aan Chocolatier ik ja. heb Want heb we hebben het gekocht. Oh, het maar... raar, ik heb dus een onkel die chocolatier is. Of, ja. Ja. Die chocolatier wil worden. Nee, nee. Ja. nee maar dus is bij deze, ja, Chocolatier -groosters. Ik heb er ook mogen proeven in de, in de winkel, dus dat was, dat was tof. Los daarvan moeten we het hebben over een grote bom, denk ik, die gisteren nacht gedropt is. Dat is de fusie, zoek het wel, Quickstep Hummel Visma of uh, ja, uh, Quickstep Visma. Ja, Jasper, uh, is dat voor de eerste keer dat jij dat hoort of was dat in het peloton al een soort van gerucht? Uh, voor mij dat het eerste dat ik van, van hoor. Uh, nou, het is niet, uh, er zijn wel andere geruchten die altijd zowel de ronde doen, maar uh, dit had ik uh, zeker nog niet gehoord. Maar ik denk dat dat misschien ook logisch is, omdat ja, de Belgische media. Heeft er, ook niet echt, uh, heeft er ook niks van opgevangen, waardoor dat dan natuurlijk nog minder uh, al heeft rondgebazuind geweest. Mm -hmm. Is dat een goed idee, denk je, Nico? Is, is, is zo'n fusie van de twee belangrijkste ploegen in de World Tour is dat iets waar we plezier van gaan hebben? Of denken we... ik, ik, ik vind op heel veel vlakken dit een super trekkie gegeven, want als wielerfan alleen al, denk ik dat jij jammer dat bijvoorbeeld. Maak maar eens de mix en match tussen een Roglic en een Vingegaard en een Evenepoel, uh, en dan op sprintervlak een Olaf Kooi krijgt zijn kans bij Jumbo-Visma. Wat dan met Timber Berlier? Die gaat ook vlokken. Dus ik zie gewoon als fan dat ik dat heel jammer. De favorieten die mogen niet bij elkaar in een ploeg zitten. Ik, ik vind het nu al soms wat jammer dat ja dat, dat, een, dat een Laporte bij Jumbo-Visma zit. Jurgensen komt volgend jaar ook naar daar. Mm -hmm. uh, wat gaan ze doen met Asgreen? Wat gaan ze doen met Lampaard? Ik bedoel, die, die klassieke ploeg, Senechal, die vertrekt, had ik begrepen. Dus dat is, dat is dan al opgelost. Maar ik vind dat als fan gewoon jammer om te zien. Ja. Er hoeft geen hegemonie te zijn onder, ai, onder één dak. Ja. Ik bedoel. En ja, los daarvan, ja, financieel is het blijkbaar wel echt een groot probleem dan al dat, dat zo'n fusie nodig is. Maar ja, wat dan met al die mensen die er achter de schermen werken en al de rest? Ja. Een beetje dramatisch, misschien. Ja. Het is niet zo, niet zo tof. We moeten nog een beetje misschien met twee woorden spreken, want het is gisteren gepost, het artikel. Um, dus we weten ook nog niet zeker of het echt doorgaat, ja of nee. Er is ook heel veel speculatie. Dirk, je zei dat uh, de schrijver wel te vertrouwen is. Ja, Wielerflits, eh, Wielerflits is de site, of bij wielervolgers wel gekend, die heel veel nieuwtjes de wereld insturen, niet altijd even accuraat zijn, zeker in het verleden. Maar de man is, uh, die het naar buiten bracht is Raymond Kerkhoff. Dat is toch mm -hmm. een journalist die al twintig jaar in het vak zit. Iemand die heel goed op de hoogte is van treinen en zeilen binnen de wereld, wielerwereld. Dus die gaat dat ook niet zomaar uh, de wereld insturen als hij ze niet zeker is van zijn bronnen. Maar ik vind vooral een, een, een gemis voor het wielrennen: Allee, het, het, het legt weer een pijnpunt bloot in het wielrennen. Los van of dat je nu coureurs samen in een ploeg moet, moet krijgen. Maar Jumbo Visma heeft net iets uniek gerealiseerd: hè. drie grote rondes gewonnen op een jaar. Beste ploeg, misschien op dit moment die er is. Ja. En die vinden geen sponsor. Ja. Quickstep had dat in 2018 ook. of Die hadden toen ook twee fantastische seizoenen. Ah, en jongen, toen ook World Tour 1, 72 koersen overwinnen. op een jaar. Die, waren, die reden het hele voorjaar in Gort. En die vonden op het einde van het jaar de Keuning Plastiek. Ik kreeg toen van redelijk wat Britse journalisten telefoon van. En hoe spreekt dat uit? En wie zijn dat? En ja, dat was zo'n lokale speler. Maar ik vind dat vooral het, het grote probleem. En ik weet ook niet of we dat oplossen, maar ik weet ook niet of Jasper daar een, een oplossing voor heeft. Maar het blijft wel een probleem ja. in het wielrennen. Ja, het is zo, maar ja, ik denk dat uh, het wordt wel vaak gezegd hè, dat gewoon het hele businessmodel in het wielrennen zo fout en scheef getrokken zit. Dat, ja, ik heb soms het idee dat, dat er gewoon eens een clean sweep moet zijn um, en dat je dan kunt opbouwen. Omdat nu iedereen zijn post beschermt natuurlijk. Van UC tot organisator, tot, tot manager van zijn ploeg, tot... En iedereen weet wel van, ja, eigenlijk zou het anders moeten, maar... We en, toch hun... en, wat, wat bedoelt je dan met een clean, clean, clean sweep? Oh, wat wat doe je daar dan mee? Ja, ja ik, gewoon dat er wel meer... Dat er wel, uh, dat dat ploeg veel, veel sterker moet kunnen zijn als renner. Omdat nu is de ASO uh, zo machtig dat je als renner niks kunt doen. Dus zij... zij Allee, de tv-rechten, dat, dat klopt niet dat dat niet naar de renners gaat of naar een ploe. En dan kun je natuurlijk discussiëren over: ja, een organisator moet, heeft ook zijn kosten en moet er ook uit raken En dat is ook moeilijk. Maar als, je dan, als dat dan het argument is, dan blijf je gewoon argumenteren tegen elkaar. Want wij zeggen dan: ja, maar zonder ons is er geen koers. En weet mm -hmm. je dan dat je aan pingpongen zonder, zonder inhoud, vind ik. En. Uh, ja, ik denk dat daar gewoon, daarom dat ik, dat ik in, van mijn perspectief is denk ik die clean sweep het gemakkelijkste. Maar dat is ook het moeilijkste om natuurlijk in één keer te, ja. te doen. En je moet dan ook weer beginnen opbouwen en ja, hoe, hoe doe je dat dan? Hè? dan moet er... Ja, inderdaad. Ik, ik heb zeker niet het, het, juiste, het juiste recept, de, hoe dat het dan juist moet. Maar ja, je merkt gewoon dat... Ja, als, als ploeg, je kunt niks aan je aan sponsor. Wat, wat is de return dat je geeft? Ja, de portretrechten van je renner, maar dat, En als renner moet je 100% je portretrechten afstaan, omdat de ploeg niks anders heeft om te kunnen geven aan de sponsor. En ja, zo, zo is er altijd wel iets dat, waarom dat het zo moet en niet meer anders kan. Um, dus uh, ja, dan, dan zie je gewoon dat dan een sponsor vaak nog wel uh, ja goodwill is als het, als het dan niet gaat om, uh, om, um, om een fietsgerelateerde sponsor mm -hmm. en, ja, het rare is natuurlijk wel dat hè, gelijk, gelijk de koning ja Quickstep had toen zo'n jaar of nu ook een Jumbo-Visma je hebt zo'n jaar wat er dan toch geen bedrijf is dat um, als je ziet bijvoorbeeld Welkin inderdaad die hebben ja, nog, nog slimmer, maar eigenlijk ook niet goed. Hè. Dat was een grap, toch? Gratis, uh, gratis, uh, gratis een jaar reclame gegeven. En uh, of oh, dat dan nu heeft geholpen of niet voor hen. Uh, ik, ik persoonlijk ken sindsdien wel de kabeltjes van Belkin. Het is dus, dat ja. gelukt. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, ja, het, ja. Heeft niks, uh, het heeft hen wel niks gekost. En, en uh, dat, klopt, dat klopt eigenlijk allemaal niet. Hè. Maar zou jij voorstander zijn van transfers te doen met renners? Ja, dat is dan ook weer iets dat ik, dat ik, dat ik eigenlijk ja, niet dat zo is, helemaal zeker over... Ja, ja, dat is ook een gevolg van, van voetbal. Hè. Veel voetbalclubs verkopen en, en kopen spelers en pakken daar miljoenen op. In het gebeurt dat eigenlijk quasi nooit, dat de renners weg... Nee, 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 dat is altijd een gevoelig thema. Um, ja, ik vind dat moeilijk. Ik weet niet of ik daar uh, al helemaal over uit ben, of ik daar echt voor of tegen ben. Het uh, gebeurt nu wel vaker en dat is dan meer... Is dan, Eerder met toestemming van dat mm -hmm. het gebeurt en niet gewoon omdat, ze, ja, ja. omdat er geld wordt tegenhangers. Ja, omdat ja. dat geld er ook niet is, die, mm -hmm. omdat er geen tv-rechten zijn dat je, of een kwalificatie voor. Hoe, die bedragen dat je, dat je soms leest als je gekwalificeerd bent voor hoe is de Europa League, Champions League, wat dat je dan binnenkrijgt kunt investeren, ja, dat, dat is er allemaal niet natuurlijk. Dus, dus je hebt de, ook die budgetten dan niet om. De oplossing is een Europa League of een Champions League. In het wielrennen eigenlijk. Ja, pas op dat net dus, weer Velon. Die hebben daar eigenlijk geprobeerd ja. uh, onafhankelijk te, maar dan eerst ook niet van de grond geraakt. Mm -hmm. Omdat dat natuurlijk ook weer een beetje tegenhouden is door de UCI, omdat dat tegen de UCI inging. Um, allee, of de machtspositie van de UCI een beetje aan de poort bezaagde. Ja. Um, dus Heel... voilà, daar zijn we weer. Dat is iedereen ja. verdedigt zijn postje en uh, dat maakt het wielrennen zeer kwetsbaar en ook zeer jammer dat een ploeg als Jumbo Visma. Die eigenlijk, denk ik, toch wel internationaal. Euh, allez, zeker nu wat ze dit jaar gedaan hebben. De, de Tour is al zo bekend, is al zo groot. Dat is het meeste publiciteit wereldwijd. En je wint dan nog eens de Giro en je doet dan nog eens 1, 2, 3 in de Vuelta. Dat er dan geen internationale ja. speler is die zegt: van... Oh, oké. Okay. Ja, vooral dan, want ze winnen wel met een Amerikaan de Vuelta. Ook. Ja. En, en nog daar zijn surplus. ze dan plotseling ja. nu ook. Oh, de eerste grote ronde winnaars sinds. Ja. Enzovoort. Ja. Wat moet er uh, nog gebeuren voor we ja, een, een goed financieel model vinden in, uh, in, uh, in het in nou, er moet meer geld naar de, naar de ploegen gaan, dat is wat dat Jasper ja. zegt, dat is wat dat er moet gebeuren, maar hoe dat je dat moet realiseren is heel moeilijk, want inderdaad, transfers is moeilijk, beeldrechten, en ik snap ook wel hè, ik werk af en toe eens voor Flanders Classics, die organiseert Ronde van Vlaanderen. Je ziet daar ook dat die budgetten daar zijn voor een koers te organiseren. Het is niet makkelijk om de Ronde van Vlaanderen te organiseren. Dat kost ook veel geld. Als je die hun in enige inkomstenbron de beeldrechten afpakt, dan zeggen die volgend jaar ook, ja, maar ho. Inderdaad, dus het zit ja. overal een beetje, maar het is vooral inderdaad dat je, dat je als, als wielrenner, als sport Hey, ik word nu op YouTube plat geklopt met Arnold Schwarzenegger. Elke film die je elke krijg je Arnold Schwarzenegger die daar zo met van die boormachines en ja. zo'n nee, zo Amerikaan, Amerikaanse... Ik zeg nu maar iets niet maar is Black Decker. Als niet-Europees bedrijf en je wilt die Europese markt veroveren of je wilt naamsbekendheid, ah, Giro, Tour, Vuelta, dat zijn 60 dagen dat je reclame krijgt. En die, de ploegen worden genoemd naar de sponsor. Dat je niemand kunt overtuigen om, om ja. daarin te investeren, dat is wat ik heel spijtig en raar vind. Want dat, dat, ja. dan heeft het wielrennen ergens een probleem dat ze dat niet kunnen aantrekken. Bij deze een warme oproep aan internationale bedrijven <laughs> om een ploeg te kopen. Ja. <laughs> maar uh, los van het financiële nu, wat is jouw mening over zo'n superteam, Jasper? Is dat, komt dat het, het wielrennen als sport een goede? Goh, ik, ik, ik vind, het, is zo, het is zo recent, het nieuws, en ik wist van niks. Dus ik vind het moeilijk om, om nu direct een mening te hebben. Maar ik, ik ben geneigd van te zeggen nee. Omdat uh, ja, een beetje, zoals Nico zegt, je ja, uh, wilt niet de uh, wil favorieten al samen in een ploeg hebben zitten. Um, en dat creëert natuurlijk nu nog meer, zeker omdat je natuurlijk al, al een Remco met een Wingert gaat uh, gaan samenzetten. Ik denk het sprinterverhaal is natuurlijk uh, misschien iets genuanceerder, omdat je natuurlijk ziet dat er wel meerdere, je, elke ploeg heeft, uh, kan twee sprinters gebruiken. Natuurlijk dan komt weer tot de discussie wie doet de tour, maar de tour wordt zo zwaar dat eigenlijk de, klimmer, uh, de sprinter dat het beste klimt uh, mee mag, je, denk ik tegenwoordig. Mm -hmm. en, um, dus uh, ja. Ook ja, wie, wie gaat het team leiden? Er is dus altijd iemand te dupen. Hè? Wie, welk, welke visie wordt er overgenomen? Hè? Wordt, het, wordt het de werking van, van Quickstep en de visie? Of wordt het de werking van. Ik denk, als je afgaat op resultaten, lijkt het mij logisch wie daar de leiding gaat nemen. Mm -hmm. Ja, maar wilt je als je altijd dezelfde leiding hebt gehad die je het handen geven, wil je ge dan niet zeggen ik wil de kennis, maar ik wil het ja. bepalen. Ik lees natuurlijk, of in die artikels komt ook wel naar voren dat Patrick Levre zo gezegd dan een stapje achteruit zou raad we willen van doen. Commissarissen. In de raad ja. van commissarissen. Dat klinkt zo'n beetje als een, een communistisch orgaan. <laughs> dat is vooral het Nederlandse model. zit veel in voetbal ook al die clubs. Hebben een soort van raad van commissarissen die ja. wegen op een het, op het soort van raad, uh, raad der wijzen. Alleen wil, weet ik niet hoe oh, dat Gasrich Richard Plugge zijn. Uh, Patrick Lefever elke week <laughs> via zijn column kritiek op uw <laughs> leiding wil uh, toegeven. Uh, ja, ja blijft een raar verhaal. Ja. Goed. We gaan, naar, we gaan over naar het EK. We ronden, we ronden dit feiten. af. We gaan over naar iets waar we niet over moeten speculeren, maar wat gewoon helemaal gebeurd is. Um, ja, Jasper, hoe was het voor jou gisteren? Uh, ja, rare koers. Um, maar uh, ja, ik heb, ik heb zo'n beetje het gevoel dat ik niet echt een, een heel zware finale heb gereden. Omdat. Op het moment dat de koers eigenlijk een beetje begint open te breken, en, en dan gebeurt die valpartij, waardoor de tien man wegrijdt. Tot op dat moment, ja, elke keer op de vanberg levert je wel een inspanning, maar ik, had nog nie, ik heb nog niet tien minuten in echt dat blok moeten rijden tot op dat moment. En, en dat is dan ook niet gebeurd. Dus daardoor, zo puur fysiek of zo, is het vandaag. Uh, het WK is totaal anders, daar was ik echt geradbraakt En uh, ja, het is ook twee dagen later ook nog geradbraakt. En uh, vandaag uh, is het uh, is is helemaal anders. Dus uh, het is ook een ander parcours, een ander peloton. Uh, maar uh, ja, het is. Dat uh, is wel een. Uh, er was al veel geschreven over die Vamberg, denk ik, vanaf dat het eerste NK georganiseerd is. Uh, dat is wel. Uh, dus wel eens leuk om te gaan zien wat, het, uh, wat die afvalberg daar is. Ja, het was wel eens leuk, dus het valt het val goed, val goed mee. Met andere woorden, ja, maar, positief, ja. hè, <laughs> het is heel uh, positief. Het is... Ik heb een beetje hetzelfde gevoel als Glasgow. Uh, is dat nodig? Is dat, het, is dat het parcours dat je wilt voor een groot kampioenschap? Ja, ik vind het van niet. Ja, weer, uh, anderzijds, positionering is iets dat wij als Belgen wel goed kunnen. Wat ik zelf persoonlijk ook goed in ben. Dus ja, ik schiet bijna mijn eigen voeten om te zeggen ja, ik wil dat nooit meer. Um, maar het neemt wel weg van, gelijk zeker gisteren, de eerste twee of drie rondes, het is positionering voor de lus op de Vanberg, daar wordt dan wel wat doorgetrokken omdat je weet dat je iedereen van achter zeer doet. En dan reden wij een blok dat turken van 13 kilometer af. En dan weer dat terug naar sprint naar de Vanberg. En dat is een beetje ja, nou, wat dit je dan nou, een beetje raar. Ja, het is een beetje zoals natuurlijk wel vaker bij kampioenschappen is, wordt een soort van kermiskoers uh, in die, in die lus. Met een bergje in de natuur. Het op kermiskoersen zijn veel lastiger, denk ja. ik. Er ja? wordt veel harder gekocht. ja Veel minder controle. Veel, uh, ja. ja, dat zeggen er heel veel. Hè. Je kijkt naar de gemiddelde, ik bedoel, Kermit ja. Thijssen heeft, uh, we is nu drie dagen geleden een kermiskoers nee. gewonnen in, wat was het nu weer? verschillen? Ja. ja, 48 gemiddeld. Ja, de, de wattages dat zijn eigenlijk af. dan heel veel jongens die, die in kermiskoersen een record rijden, omdat daar gewoon drie uur gekoerst wordt. Um, dat is eigenlijk wat dat je dan op de WK ook gezien hebt. Daar werd, ja, dat werd een zes uur gekoerst, maar dat werd oh, gekoerst in dat was constant koers, dat is niet hmm. stilgevallen, en en dan maakt dat niet te onderschatten kermiscours. Dus we moeten ja. een kermiscours organiseren op de Vanberg. En dan worden de mannen ja. van de jongens. Mocht je nog rapper aan de Vanberg komen, dan, uh, ja. dan krijg je natuurlijk wel weer een ander verhaal. Um, ja, want het was 115 kilometer vlak, natuurlijk voordien. Wel am. Uh, want het was zo'n sterke kopgroep. En de, de wind speelt altijd wel een rol. En dan gaan ze door die dorpjes met die klinkers en links en rechts. En uh, het was. Uh, geen aangenaam tempo van, van al, uh, Tim en uh, nog cool eigenlijk van de kopgroep. Om en Tarling en Bissegger de top 2 ja, 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 op van de uh, Ja, uh -huh. Jij ja. Ja. Uh... zei een interview voor de koers. Op dit parcours kan alles, maar ik ben hier in de eerste plaats om mijn rol voor de ploeg te spelen. En dan zie ik hier tussen haakjes: knipocht. Al mag Van Aert het wel eens afmaken. Hij heeft het interview niet gelezen. Hij heeft het zit gevraagd. <laughs> We vragen het hem nu. Heb <laughs> jij het zo op zijn bord gelegd morgens? Uh, ja, uh, ik denk dat dat een beetje meer de, de journalist is in kwestie, dat, uh, dat het natuurlijk uh, het gaat erom. Hè. Maar ik denk, gisteren in de bus na de wedstrijd uh, haalde Sven uh, van Tournhout aan dat uh, hij twaalf kampioenschappen gereden, waarvan negen een medaille. Um, en uh, ja, dan zeggen, er, uh, dan zeggen er ook wel mensen ah, dat, dat we voor tekenen. Maar als je dat dan ook weer hebt, dan zit je in dezelfde positie als Wout, waarin dat rijk wordt verwacht dat, dat je gewint. Dat um, ja, want jij zegt het nu als iets positiefs, maar tegelijkertijd wordt het dan op het in de kranten gezet. acht keer in groot kampioenschap gereden en daar werd hij telkens tweede. En dan wordt het als iets negatiefs uh, gezien. Ja, ik vind dat mensen winnen vanzelfsprekend mm. Dat is uh, terwijl ik daar eigenlijk. Win uh, ja. maar eens een koers. Win maar eens een koers en uh, wat de resultaten dat, hij, dat hij neerzet, of de statistieken dat hij neerzet, zijn redelijk indrukwekkend. En ik denk dat het feit dat, dat je ook ziet bij de Belgen, eh, bijvoorbeeld een Florian, rijdt nu heel goed de laatste weken, uh, ik bedoel, Yves, ikzelf, wij stellen ons niet eens een vraag, wij, wij gaan naar een EK van een week en dat is, ja, wauw, het is gewoon of, of ja, oké, okay, als Remco mee was. Uh, is gewoon zo duidelijk van dat is, dat zo'n uh, wereldcoureur dat je ja ook als je zelf misschien net uh, de week ervoor uh, een poli gereden of een winst gaat, uh, gewoon die mannen zijn, zijn staan een stap hoger en uh, ja, ja ze, ze, hij maakt het tot op heden nog niet af, maar je, doet wel, je, doet, je werkt wel je gewerkt wel een kopman dat dat er staat en 100% zich inzet en uh, ik denk dat dat veel fijner is als werken van een kopman dat dan misschien uh, ja door, door het ijs zakt en dan nog eens door het ijs zou zakken, en dan misschien wel een keer de top 10 haalt, maar dat zou een heel ander verhaal zijn. Mocht, ja. mocht Wout zijn resultaten halen buiten de nationale ploeg en gaat dan naar kampioenschappen en, en dan gebeurt dat, natuurlijk, dan denk je dat de renners misschien zelf ook zouden beginnen te zeggen, of ja, misschien toch eens over andere boeg gooien. Ja. Maar er staat er wel nog altijd? En ik denk dat iedereen wel voelt van hij gaat dat ook wel eens afmaken. Klopt. Maar weegt het op hem toch wel wat? Zo in de, in de bus, ja, die briefing. Het is, de algemene sfeer, zal ik zeggen, na 2k was totaal anders als, als gisteren. Omdat op 2k was er gewoon een man sterker en je kon gaan speculeren, maar er was geen scenario waarin dat hij wel had gewonnen. Terwijl gisteren was dat waarschijnlijk wel. Dat, je, dat, er, dat er wel kans had geweest om de koers te winnen. En, en dan dat denk ik wel, dan komen die andere ereplaatsen wel uh, terug naar boven en uh, ja, of dat, echt, of dat hij echt in zijn hoofd speelt waarschijnlijk zal hij wel spelen ja, uh, maar ik denk dat Wout de ook wel iemand is dat daar, ja misschien vandaag nog niet, maar misschien morgen wel uh, gewoon terug de knop omdraait en, en naar het volgende kijkt en ik heb zeker niet het idee dat hij kampioenschappen gaat, waarin dat hij dan aan de start staat en denkt van shit ik mag hier niet weer tweede worden ja. Um, ja. het was sowieso een heel stukke koers van hem ook en van een andere man die de sprint aantrok op de Vanberg. Uh, El Toro. Ja. Arnaud Lee was uh, wel redelijk impressionant, hè? Is zijn eerste echt grote kampioenschap bij de mm -hmm. Profs. Ja. Ja, we zijn ons ons, ons bedje is gespreid voor de komende tien jaar met met Arnaud dan misschien, hè? Heb jij het al teruggezien? Ja, uh, deze morgen was ik vroeg wakker. Ik <laughs> <laughs> was gekeken, ja. Ja, ik uh, denk dat hij daar wel. Uh, ik, heb, uh, ik heb nog niet heel veel met Reno gekoerst, uh, maar je ziet wel dat hij zo heeft een zoegende stijl. En dan op het moment dat het moet, ja, heeft hij daar ergens nog wel een versnelling in huis, dat uh, dat, dat toch wel indrukwekkend is. En Wout zei dat ook van, nou, misschien heeft hij mij daar wel doodgenepen van zo te keer te gaan, maar het was ook nodig om kans te maken op. Um, maar ja, het was uh, een heel rustige jongen. Ik denk natuurlijk ook, uh, hij, hij wordt in een groep gegooid uh, de afgelopen dagen met, met Yves Lampaert en Tim de Klerk. En uh, ja, ik weet niet of dat hij veel bij Slaams verstaat. God, uh, maar uh, ja, dat. Uh, Wat ja, ik dus, uh, denk uh, een geweldige coureur. En ik uh, denk dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Maar dat hij maar gewoon rustig. Moest hij nu minder zwoegen op de fiets, dan zou hij dan nog iets meer rendement halen. Want het valt wel op, hè. Oh, kopke gaat altijd... Ja, ik denk, ik denk het niet. Dat is altijd een... Uh, alleen ik denk dat het voorbeeld misschien een balkonmollema is. Hè. Die, uh, die... kunt wel gaan proberen om die stiller te krijgen op de fiets, maar... Mm. Je hebt je altijd je stijl en uh, misschien gaat... Iets minder zoeend zal wel lukken, maar uiteindelijk ja, het gaat het altijd terug naar. Mocht ze er nooit gaan naslepen en zeggen van, trap is twee tandjes kleiner? Uh, ja. nee, nee, ik zeg het, maar ik heb ook wel niet veel met hem ja. samen En je uh, ziet, toen heb ik het hem ook uh, niet gezegd. En ja, ja. toen moest hem echt op een zwaar verzet terugkomen. Ja, ik ja. zeg het, maar ja, het, het ziet er altijd zo, zo groot en zo zwaar uit. Maar ja. het, gaat ja, moest, het gaat vooruit. Hm. Hij moest natuurlijk wel die vanberg naar omhoog uh, vlammen omdat er geen oortjes zijn, denk ik. Want als, uh, als er misschien meer communicatie is, dan is het een ander, uh, ander scenario, denk ik, Dirk. Of ben ik daarmee zin in? Nee, ik weet het niet. Ja, het, het is altijd anders, denk ik, voor jullie als renner om, om op de hoogte te zijn van de situatie. Want op een bepaald moment, op het moment dat Laport vooruit rijdt, zit jij in de kopgroep in, in de groep achter, de, achter Wout en Arnaud, mm -hmm. samen Yves. Mm -hmm. En dan zou je denken: van ja, oké, okay, jullie moeten nu wat beginnen druk zetten. Ja. Dat die anderen mee moeten draaien met, met Wout en met Arnaud. Maar ja, ik weet niet, weet je dat al rapport op dat moment? Ervoor? nee Ik, heb, ik, uh, ik wist al rapport, als ik toekwam, dat hij had gewonnen. Uh, ik heb nog naar de beelden gekeken en ik denk pas tien minuten later, als ze er nog eens een replay lieten zien, was er iemand die zei: ah, die blijft nog net voor. Ik zeg: hoe net voor? Dus alleen om maar een idee te geven, ik, wist tot, ik had totaal geen idee dat dat rapport uh, weggereden was. Want jij was de wegkapitein gisteren. Dat was zo een beetje jou, jouw functie. Ja. Maar wat houdt dat juist in? Moet jij dan constant naar de volgwagen gaan? Ja, dat is... Uh, alleen voordat we op, t, op het lokaal circuit komen is dat wel mijn taak om, om even te dubbelchecken met Sven, uh, waar naar de wagen te gaan om te kijken van oké... Okay, uh, Even afchecken, hè, want klopt het? Bissiger, Klopt het? Tarling, uh, Vaastheid dan? En wie zijn die andere twee? Ah, oké. Okay. Uh, oké, okay. drie sterke mannen, atons. En uh, dat is de voorsprong. Uh, even een update geven aan Sven van: ja, Nederland wil niet meer rijden. Uh, de Italiaanen zitten te wringen, maar ze zijn ook niet van plan om mee te rijden. De Delenen rijden meteen mee. Dat, dat hij op de hoogte is: van oké, okay, wauw. Wow. Hetzelfde met zowel Tim, dan met Tim gaan babbelen, die dan eigenlijk ook heel rap aangeeft van: we rijden hier al een blok uh, met twee. Uh, dus dan moet je dan ook wel weten dat dat, dat, dat pion is vanaf dat ze op het circuit gaat komen, dat je die kwijt zet, die communicatie uh, een beetje ja, met iedereen uh, altijd op de hoogte zijn. Want je kunt niet gaan dubbel checken van oké, okay, dat is goed, dat is niet goed, wat voelen uh, van iedereen op de hoogte blijven hoe en waar. Uh, ja, een beetje durven beslissingen nemen. Hè. Ik denk op een bepaald moment uh, zijn Edward en, en Yves zo'n beetje op kop aan het rijden. Niet, ja, niet overmoedig worden, gewoon controle houden, daarvoor in blijven, maar niet de, de koers in handen willen nemen. Hm. Um, zo hm. die zaken allemaal een beetje proberen overzicht te behouden. En uh, ja, uit, uiteraard. Allee, Wout doet dat ook, hè? Houdt ook overzicht of probeert dat? Yves doet dat ook. Uh, Tim zelf is ook uh, super ervaren. Maar het is gewoon even dat je dat altijd dubbel checkt en dat je die communicatie met Sven ook probeert. Op het lokaal circuit gaat je niet meer naar de wagen, natuurlijk. En dat is ook het probleem in de finale, hè? Je, 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 ja. ja, er is geen communicatie meer. Je kan niet meer communiceren. Dus... Aan het begin, op, op, het, op het toekomen op de Vanberg, hadden we de dokter, denk ik, met communicatiebord. Maar je moet er eigenlijk vanuit gaan dat een verandering van situatie na de Lussen op de Van Berg komt. Dus dan is het eigenlijk een hele tour wachten voordat je iets of wat informatie, ja, ja. en wat is die informatie dan, zou kunnen krijgen. Um, dus uh, dat is wel uh, ja, heel anders. Dat is bij ook heel hard koersen dan. Ja. Maar, als een, als een in een kermiskoers. Ah, <laughs> <voilà>. <laughs> daar zijn we terug. <laughs> uh, ja, je hebt wel meer een ploeg natuurlijk. Ja. Hè. Je hebt wel meer een ploeg. Is de rol die uh, ligt zo wegkapitein? Mensen aansturen. Goh, de manager. Ja, ik, ik ben daar een beetje in inge, gerold. Het is niet dat ik dat zo heb geclaimd. Uh, maar, uh, ja, ik denk dat ik in de eerste plaats mijn selectie afdwing voor de renner dat ik ben, op de fysieke capaciteiten. En uh, in de tweede plaats voor, voor uh, die rol als wegkapitaal mee te nemen. Um, en ja, normaal, ik bedoel, normaal was eigenlijk Thies en ik, maar die was er nu niet bij. Um, maar ja, ik vind dat wel fijn om... Uh, Daardoor zet je natuurlijk zelf ook goed de hoogte, omdat je daar dan wel meer mee bezig moet zijn. Um, en uh, ja, dat is soms wel moeilijk. Uh, er zijn natuurlijk situaties waarin je misschien soms een knoop moet doorhakken. Um, dat is op, tot op heden nog niet echt, uh, echt gebeurd. Um, daar heb moeten ingrijpen, om het nu zo cru te stellen. Maar, ja, je moet <laughs> niemand ontslaan op de fiets ook. Ja, nee, Sorry. maar ik uh, denk... Ik haal daar net aan, want ja, we, we zitten wel goed de komende jaren, maar dat kan ook wel eens. Er is Remco, er is Wout, er is Jasper, er is Arnaud. Um, ja, als je dan weer naar een, een parcours dat misschien nog meer tussenin gaat liggen, uh, ja, waar, dan moet er iemand durven zijn dat, uh, alle, dat de knopen doorhakt. En, en dat is ook wel altijd duidelijk besproken geweest, dat mocht ik op een bepaald moment een keuze moeten maken. Dat, dat ik die keuze maak en dat, daar dan geen, uh, allee, dat het niet achteraf is van dit of dat. En dat je als een van de leiders zijnde dan ook die keuze moet accepteren. Misschien nog één uh, iets wat stoute vraag over die finale en over de laatste kilometers dan. Is de juiste kaart dan getrokken in de finale? Want omdat de Lee net zo sterk leek en als van haar de spurt aantrekt, wint de Lee dan het Europees kampioenschap. Nou, wie dus. Ja, ik was er niet bij. ik ja, heeft er eigenlijk al achteraf gekeken, maar uh, wat dacht je toen? Maar ik, ik zal het, het omdraaien. Oh. Waarom, waarom baseert zich iedereen op die laatste kilometer, maar zegt niemand: De Lee lag er al twee keer bijna af. Ja. Dus. Ja, zwaar. Dat, dat klopt. En zij hebben gesproken en De Lee heeft gekozen voor: nee, het is voor Wout. Hij zal dat misschien ook uit respect doen aan zijn eerste kampioenschap. Maar voor Arno, de meet had ook nog 100 meter verder gelegen, hè? als hij zelf had moeten sprinten. En als Wout zo wat de keren gaan. Ja. Dus ik vind dat een onterechte. Allee, dat is een. Je gaat altijd het een kunnen slechte omdraaien. Ja. ja, ik vind dat gewoon. Ik vind dat eigenlijk ja. jammer. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Mocht ik naar de koers. Allee, op dat moment kijken, zou ik ook. Mocht ik het omgekeerde beeld zien. En Arno wint niet. Dan gaan ze zeggen: ja, maar ja, je zag het toch al. Hij moest er al bijna twee keer af. Mm -hmm. Waar, allee, waarom maakte je die keuze om voor dat Wout zich opoffert op voor Arno? En nu, omdat Arnaud Arno zo te keer gaat en het ook indrukwekkend doet, vergeten mensen precies dat hij, mm -hmm. ja, de perceptie had van eigenlijk de minste te zijn van die groep. Ja. En ze hebben het ook gewoon onder elkaar afgesproken. Ja. Dus mm -hmm. het is niet dat het uh, allee, dat case, closed. case closed. Case closed. Ja, ja, toch? Ja, we, mogen, we mogen ook vier zijn, want we worden weer tweede, we worden vierde, maar 1, 2, 3 is eh, jumbo Visma. <laughs> ook daar weer. <laughs> uh, dat is uh, vrij grote suprematie. Ja, en die gaan dan blijkbaar fusioneren met een andere grote ploeg. Ja. Nee, nee, dat is speculatie. Ja. En... Ik, 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 ik wil eens even weten, Jasper, is dat, was dat voor jullie gisteren voor de start? Werden er bepaalde namen gelanceerd van als die gasten gaan solo, dan. Moeten we op ons hoede zijn, waaronder een rapport. Zeker. Ja. Want in, op een bepaalde situatie was rapport samen met Kooi weg. Dat ja. vond ik nog veel straffer. Toen dacht ik, oei, oei wat nu? En dan toch. Ja, het... dat, is, uh, dat is net voor de valpartij dat hij ja? wegreed, dat was eigenlijk uh, nou, was niet. Uh, niet allee. Op dat moment was ik, ik zag het gebeuren en ik ging uh, aan het opschuiven uh, om daarop te reageren omdat dan ook Kroon, denk ik, al uh, ernaartoe aan het rijden was. Ja, ja, ja. Uh, dan gebeurde die valpartij. En dan het zij ook achteraf dat hij dan blijkbaar de inspanning heeft geleverd. om dat eigenlijk volledig alleen één trek toe te rijden. omdat ze niet in een situatie waren gekomen um, dat ze gingen moeten rijden. Um, dus ja, het is altijd een beetje. Uh, het is, uh, maar het was, het was een gevaarlijke kandidaat. Ja, tuurlijk. Ja. En ik denk van die tien dat. Ja, dat dan uiteindelijk wegrijden door die val zijn wel. Uh, alle landen waren tevreden. Hè? Het is niet dat een land. Uh, Oké, okay, de Italianen hebben gereden en de Engelsen, omdat ze er niet mee waren. Mm -hmm. Maar het is niet de andere landen zoiets uh, uh, hadden. Oei, Denemarken had toen twee man. Uh, Nederland had ook twee man. Uh, maar inderdaad, uh, dat ze. Laporte en Coit, uiteraard namen we daar in in de meeting mm -hmm. naar voren zijn gekomen. Ja, en uh, denk ja. ik wel een heel terechte Europees kampioen, hè? dat is uh, Christophe Laporte. Ja. Heel deze zoon, manier wel, ja. mooi. Bij de vrouwen wil ik het nog even over hebben. Daar wordt Misha Bredewold Europees kampioen. Met Wiebes en Kopecky op het podium. Dat is ook 1, 2, 3. <laughs> SD works. Uh, ja, is, die, is die suprematie daar, daar te groot, Dirk, bij de vrouwen? Want daar hebben we toch al deelseizoen hele seizoen over. Hè? Daar gaat het al een heel seizoen over. Ik denk dat het bij de vrouwen nog meer is dan bij de mannen. Bij de mannen heb je nog inderdaad... Het is niet alleen Jumbo, maar het is ook... Mathieu van der Poel wint ook twee klassiekers dit jaar. Remco wint luik, San Sebastian... Maar bij de vrouwen, ja, daar rollen ze gewoon echt alles op. Uh, nu, ik heb wel gehoord dat het Ambras in de klas was bij de, bij de Nederlandse vrouwen na de wedstrijd. Want daar is wel tegen de afspraken vooraf ingefietst geweest. Ja. In principe was het, het idee blijkbaar dat het uh, ieder voor zich, dat ze aanvallend gingen koersen, ieder voor zich. Maar in de laatste ronde gingen ze voor wie bestrijden. Mm -hmm. En dan is uh, de winnares die daar dan toch nog komt aansluiten, het juiste moment aanvoelt en vertrekt. En. Uh, ja, die dan uiteindelijk wint. Dat dus. is gewoon op intuïtie, hè? Ja. Winner heeft gelijk, hè? Ja, maar zou, de, zou, zou jij dat accepteren? Oh. Of, hoe ga, of hoe gaat ze van Toeren daarmee om? Mocht dat bij ons gebeuren, ja. Iedereen op de knietjes in de hoek. <laughs> ja, nee, op, op zich is dat. Ik denk, uiteraard, mocht je dan degene zijn, mocht je dan in wie plaats zijn, gaat je vloeken. Maar wel, ik, ja, als je het afmaakt. Alleen, ze rijdt ook echt alleen weg. Mocht ze nu met iemand anders wegrijden en, en dan verliest je, ja dan dat, is, dat, dat dat risico is natuurlijk enorm groot. Maar ja, denk doordat die Nederlanders al een beetje de traditie hebben dat er bij de vrouwen vaak homulus is, dat is een self-fulfilling prophecy daar. Ja, en, dat is altijd van. Ja. ja, dan eigenlijk is daar moment en ze is alleen, dus waarom waarom dan niet natuurlijk? Uh, maar ja. Wel, uh, ja, om, uh, ik vind het wel moeilijk om echt moeilijk om de vrouwenkoers op de, op de mannenkoers te vergelijken. Um, nee, maar, maar ook bij ZD Work heb je dan. Je ziet ook bijvoorbeeld in heel veel koersen dat als zij niet rijden, well, dan, dan gebeurt er niks. Hè? En, en zij rijden dan blijkbaar ook niet altijd al te, mm -hmm. al te veel of al te graag. En, ja, dat is dan zo'n rare situatie dat daar ontstaan. Terwijl bij ons. Bij de mannen, ja, een jumbo, als die niet rijden, dan, dan gaat, gaat er wel een ploeg rijden. Uh, of een ploeg zal wel helpen. En, en inderdaad, het is niet dat ze alles gewonnen hebben. Ze zijn gewoon altijd daar. Maar er zijn nog heel veel andere koersen die dat ze niet gewonnen hebben. In de tijdrit hebben ze ook een Europees kampioen. Marleen rooster wordt daar uh, de kampioen. En uh, bij de mannen, daar wil ik, wou ik het nog even over hebben. Ja, sowieso een kampioen die vrij uh, ongelooflijk op het, uh, het toneel stormt, zoals wat Towering. Kerel is nog geen twintig jaar en wordt daar Europees kampioen tegen. Kanonnen als Kung, die nu wel weggeeft natuurlijk, maar die er ook niet aankwam. Wout van Aert, Bissinger. Ja, wat voor, een, wat voor een ongelooflijk talent is dat? Jasper, heb, uh, heb je al mee kunnen koersen in deze? Ik heb weinig. Uh, Renewy Tour. En, uh, ah, ja. en uh, gisteren ben ik hem voorbij gereden, als hij terugkwam uit de kopgroep. Maar uh... Ja, zeer indrukwekkend. Uh, vooral ook omdat hij. Uh, je, je merkt ergens dat, uh, dat hij gewoon nog zo jong is. dat hij nog van het wegwielrennen rennen. niet veel kaas gegeten heeft. Maar in dat tijdrijden. als ik dan het verhaal las. ik heb het ook geleden achter het WK. over dat hij daar al van jongs af aan. Uh, en dat hij zo in de familie zit. Ja, de manier waarop dat hij daarin excelleert. is gewoon. zeer indrukwekkend. Je zag ook in de tijdrit. Uh, Wou treedt daar maar 15 seconden meer voor, um, voor zo'n jonge gast. Um, dus ja, de, de power heeft hij alleszins. Ja. En hoe zie je dat, dat, dat hij dan in het gewone peloton het wat moeilijker heeft? Ja, als je ziet, bijvoorbeeld Renewi tour uh, was hij leider als we naar Gerasberg gingen. En hij, hij krijgt zijn eigen gewoon niet gepositioneerd, ook al heeft hij een ploeg dat zich helpt. Hij heeft, hij heeft ook niet die versnellingen in de benen. Op zich eigenlijk, gisteren moest hij er relatief vroeg af, vond ik ook, binnen de kopgroep. Mm -hmm. Terwijl dat hij dan daar eigenlijk ook redelijk egaal tempo kon rijden. Dus hij heeft misschien ook die motor niet om, om het over langere, uh, allee, langere duur nog al te doen. Um, maar ja, hoe cares, als je je eerste jaren toelegt op die tijdrit en succesvol. Um, en met de jaren zal, zal het ook wel komen. En het moet niet allemaal vanaf 19 en 20 uh, dat je alleen maar wint en geen fouten meer maakt of niet meer kunt groeien. Ik dus, uh, mm -hmm. denk ja. dat hij. Zeker uh, het tijdrijden, ja, het zou straf zijn als je daar geen resultaten mee gaat behalen. Maar je doet dat zeker de kwaliteit nemen, heeft om ook uh, als wegrenner uh, de mannetje te staan. Ja, maar Hoe was dat voor jou om als 20-jarige in het peloton te komen? Want ze komen nu wel langs op een andere manier binnen dan ja, toen. Ja, dat klopt. Ja, ik uh, <laughs> kwam ik, 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 eruit. Ik toen ik de Ronde van Californië reed met, uh, met dan Axel Merckx en Ploeg. en uh, Ja, daar. Dat was allemaal wauw. En, en, en... Ik was al heel blij als je zo eens kon volgen. Ik, uh, ik, ik dacht niet aan. Uh, ik ga jezelf de forsing eens voeren. Of ik, uh... Maar dat is ook wel Dat zo'n verandering. Dat, je ziet dat ook. Hè. Uh, Kijk hier naar. Niemand, de... niemand, niemand wordt nog beloft. Als ze nog een junior belofte mm -hmm. moet worden, krijgen ze al stress, denk ik. Uh, omdat, ze, omdat ze nog geen contract hebben. En, terwijl vroeger was het al ja, twee, drie jaar beloofd. En, en dan rustig overgaan. Dus dat is gewoon zo'n verandering. Op, op, eigenlijk relatief korte tijden. Ja, ja um, je hebt je eigen seizoen, dat is misschien een klein beetje in het water geval, is misschien niet, niet super geweest. Hoe kijk je daar zelf op terug? Ik maak nu de rekening voor jou, maar ik, ja, ik vraag je eigenlijk, hoe kijk je op je seizoen terug? Ja, um, ja ik denk dat het al twee seizoenen niet is wat dat moet zijn. En dat is, uh, ja, dat is, dat is niet plezant, dat is zo. Um, maar ja, dat, het is een beetje... Ik denk in het voorjaar had ik zeker de conditie die ik moest hebben. En puur gevoelsgewijs had ik, uh, of gevoelsmatig uh, had ik wel het gevoel dat ik op het niveau stond van 2021. Maar als je dan pech hebt of je valt of plat op de verkeerde momenten, dan zet dan, ja, dan je niet goed genoeg. Uh, en dat is wel jammer omdat je dan natuurlijk dat zieke voorjaarsrap voorbij hebt. En dan komt er weer een volgende koers. En als dan daar net wat tegenvalt. Dan, en zo is het seizoen heel rap voorbij. Um, zeker voor het type renner dat ik ben. Um, het wordt het ook moeilijker en moeilijker om, om de juiste koersen naar uw hand te kunnen zetten. Um, dus ja, het is een beetje. Ik zou het graag anders zien, dat is zo. En um, ja, ik kan alleen maar hopen dat ik uh, misschien dit jaar nog mooi kan afsluiten. En hopelijk dat ik volgend jaar zowel die conditie um, terug kan halen, maar dat het uh, dan nog eens mee zit. En, mm. Is ook dat het is niet zo dat ik niet alleen ja het niveau is enorm gestegen uh, de voorbije jaren en ja de de koers wordt een beetje anders gekoerst uh, dan zes zeven jaar geleden maar het is niet het gevoel dat ik, dat ik niet meer mijn niveau kan halen uh, en uh, ja, ik denk dat het WK daar een, een voorbeeld van is dat denk ik een van de zwaarste wedstrijden ooit voor vele renners. en op zich zijn mensen die dan zeggen van ah, ja waarom, waarom had je die vorm niet in het voorjaar ik had, ik had het dat idee had het dat gekregen, ik dat wel had, maar ik ja. had gewoon geen pech. Uh, en dan zie je dat, dat die resultaten er wel nog uh, kunnen zijn. En dat ik wel nog. Uh, uh, ja, ik ben geen Mathieu, ik ben geen Wout, maar. Ik denk dat ik zeker dat het die coureurs behoort, dat daar, dat daar net achter komen. En was dan vooral die val in de Ronde van Vlaanderen die je had gespeeld? Ja, op zich, als je, als je begint, okay, San Remo, wil je zakelijk oké. Er rijdt vier man weg en ik zit daarachter, in dat groepje daarachter. Um, Waarin ik dan ja, voor voor de sprint aantrekt, denk ik nog tiende of net niet tiende word. Hmm. Um, ja, I 3 prijs val ik eigen fout. Uh, voor de Taijenberg. Dus dan weet je ook dat de koers gewoon gedaan is. Uh, in Tweevogel was ik gewoon die dag uh, niet goed genoeg. Uh, um, dus dat kan, als dat dan ook nog eens een dag is dat het niet uh, draait, dan ja, daar zo Vlaanderen, kijk, uh, twee keer lek, ja, dan kun je ook niet echt je kansen ten volle uh, verdedigen. Uh, en dan Vlaanderen, inderdaad, de val is gewoon. Uh, ja, ik lag onderaan die vleeshoop En dan weet je gewoon dat. Uh, ja. Dat, dat de koers eigenlijk gedaan is. En ik ben er eigenlijk nog relatief goed, goed doorgekomen die dag. Ja, en dan roep bij. Uh, ja, ik denk dat ik uh, in, van peloton bij de eerste vier of vijf het Wallers het, uh, induik. En uh, dan was er die valpartij rond de tiende plaats, denk ik. Um, maar al die renners rijden top 10. Of uh, is, is denk ik van degenen die voorop waren tot dan die acht of zo. Die rijden allemaal, dat is, dat is de top 12. En ik ben degene die. 20 meter na dat we het bos inkomen lekkerheid En ja, dan is je koers ook gewoon gedaan. Klassieke voorjaar is ook zo kort hè? voor renners is daar Het is zo intens, is zo kort. Het is ja, en, en dat is ook zo. Dat, ik, ik ben geen pure spurter, ik ben ook geen klimmer. Um, dus dat was wat ik net aanhaalde. Het is moeilijk om, om voor mijn type renner nog, nog de koersen te gaan. Ja, waar, waar kun je exceleren? En uh, ja, als het dan inderdaad het eens tegenzit, zit, dan is dat voorjaar ineens heel rap voorbij. Mm. En voordat je het weet, zijn dan de zomer. En dan de tour is ook niet echt. Uh, dat gezegd van. Ah, daar komen uh, tien kansen. Ja, daar sprint ik wel even uh, tegen uh, de beste rente. Ja, en de dan uh, is het uh, juli. En dan uh, voordat je het weet, uh, is het oktober en seizoen gedaan. Hè? Ja. Dus uh, het gaat altijd heel rap. En uh, ja, dat is. Ik heb ook aan de andere kant gestaan. Hè. Ik heb. Uh, in 2020 woonde ik omloop. Ja, daarachter won ik, uh, won ik San Remo, uh, was ik van de renners die elk jaar een World Tour klassieker won naast, naast die grote kleppers En dan, dat is dan de positieve kant van het verhaal. En nu zit ik jammer genoeg voor twee jaar op rij in de, uh, in de mindere. In de hoek waar de klappen ja, vallen, ja, zeg ze dat. Ja, 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 Kun ja. je dan blijven motiveren? Want ik kan me dan misschien dan ook wel inbeelden dat je in dat voorjaar zit van alles, hè. wat gaat nu weer zijn? Ja, dat klopt. Uh, dat, is, dat is zeker niet plezant. En ook daarin heeft het WK wel een belangrijke rol gespeeld. Omdat dat uh, mij wel veel moraal heeft gegeven. Omdat dat ook een, allee, je kunt wel voelen dat je het nog in je hebt, maar dat je pech hebt. Maar dat je het dan ook effectief doet. Ja, dat is, allee, ja. Het is altijd voor, voor, de, voor het hoofd fijner om effectieve resultaten te hebben of een, of een iets of wat resultaat te hebben, om dan weer naar het volgende te gaan. Mm -hmm. Um, dus dat speelt, dat speelt dan zeker wel mee. en dat heeft, allee, Misschien mocht het WK niet zo zijn uitgedraaid voor mij dan, dat dat misschien het einde van het seizoen veel lastiger was geweest. En, uh, terwijl dan nu ergens wel zo is van oké, okay, de motivatie om deze winter wel er terug keert voor te blijven werken en er alles voor te doen en te laten, omdat ik wel voel dat dat het nog in mij zit. Ja. We hebben ook een, een rechtstreeks lijn met Jappe vanuit Napoli. Die vraagt, je heet dit jaar ook twee sterke korte uh, time trials, tijdritten. Is daar meer aan gewerkt of was dat de vorm van de dag? Um, mijn eerste sterke tijdrit was in de vorm van België. En toen heb ik eigenlijk uh, drie dagen ervoor mijn positie aangepast. En dat is de eerste keer dat ik toen aan de piste ben geweest. Ik um, okay, er is echt aan gewerkt. Dus uh, ik ben er wel mee bezig geweest. Um, om toch, uh, alle, ik heb er nog niet dagen aan gespendeerd. Maar. Uh, ja, ik heb nu ondertussen ook in de winterlunes gezeten. Um, ook die, zowel voor dan de Ronde van België um, als ook een nieuwe tour. Um, zeker een nieuwe tour had ik de fiets mee thuis na de tour. Om, omdat ik wel wist dat die tijdritten, die afstand, uh, dat soort parcours in dat soort rondjes in het verleden, zat ik altijd in de verdediging en moest ik proberen ja, te beperken mijn verlies. En het is wel fijn dan nu in de Ronde van België dat uh, resultaat neerzetten. Misschien nog meer in een nieuwe tour, omdat daar het tijd, uh, deelnemersveld onder de tijdredders veel sterker was. En mm. dat ik eigenlijk nog een beter resultaat neerzetten. Ja. Het seizoen zit er bijna op, natuurlijk. Er gaan heel wat gaan er stoppen. Dirkje uh, vroeg je iets af over de intermenselijke relaties. Ja, dus, uh, nee, nee, <laughs> dus, uh, het seizoen zit erop, Er stoppen een aantal. Zijn er zijn al een ja. aantal moeten stoppen onder zijn, dit jaar. Hè? Zijn er renners die je gaat missen? Oei. Uh, ja. Aangezien ik moet denken, hè, zal dat zal niet geval zijn. Ja, wel, zijn er een paar van content van zaten dat ze het... eindelijk gestopt zijn? Oh, ja, brokkenpiloten. Uh, brokkenpiloten. Of geef dan gewoon een bijnaam en wij moeten ontcijferen over wie het gaat. Um, goh, ik denk dat er. Ik weet niet, is, is het al bekend dat Bohani stopt? Of dat is een roemer misschien al oh, nog altijd? Ik weet het ja, niet. Uh, Zoek dus even opmaken. Ja, ik hou zo. Ik op. denk ik dat, ik niet, eh, dat ik niet alleen voor mezelf spreek als er misschien renners zijn die, die niet trouwig omgaan zijn, dat hij uh, dat er niet meer in zou, alle, in de sprints rondrijden. Mm, okay. um, Was dat echt zo'n gevaar? Ja, ja die heeft, ja, ja. Het is wel al heel lang geleden dat ik hem direct of in aan, aanloop naar een sprint ben tegengekomen, maar uh, hij heeft, uh, heeft zijn naam toch gemaakt de voorbije jaren. De mm. bokser. Ja. Boehani nog niet met pensioen maar niet met pensioen. Okay. Bon. We leven op hoop. Sorry. Ja, <laughs> ja, ja. zo erg is die ja. ook niet. Ja. Je hebt ook nog met John Degenkoop in de ploeg gereden. Klopt. Hoe was, hoe was dat? Ik, 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 ik vraag het zo. <laughs> Omdat ik een artikel tegenkwam waarin het ging over John Degenkoop. en dat hij, dan, dat hij wegging. Dat er toch wat, wat ademruimte was voor de rest van de, van de ploeg toen hij. Uh... Ja, ik denk dat. Het is vooral zo geweest dat op dat moment. Ja, stopt Fabian. Ik, ik woon aan Kuurle, denk ik. Dus ge, gevoel wel van oké. Okay, er zijn is, er is mogelijkheden in het voorjaar. En uh, John kwam dan terug uit zijn, zijn zwaar ongeval. En ja, hij, hij had natuurlijk enorm mooie koers gewonnen. En een palmarès dat hij had opgebouwd. Uh, en dat wist hij? Ja, het is natuurlijk. Ik snap ook hem. Hè. Allee, je, wilt, je, je weet wat je kon en je wilt daar naartoe. En je weet ook dat je dan uh, de renners hebt door je helpen. Maar uiteraard was het soms als renner uh, moeilijk om te accepteren dat je voor iemand werkt op basis van zijn palmares En niet omdat hij op dat moment beter is dan u. Uh -huh. um, dus daar is de ademruimte. Zeker als hij wegging, was dat soms wel aangenaam. Maar John is iemand. Dat ik, uh, naast de fiets, uh, ik, uh, ik, als ik, uh, in de Tour, of uh, zelfs gisteren. Uh, ik, uh, ik babbel ik babbel altijd mee. Dus uh, ik wil er zeker niet gaan zeggen dat ik daar uh, allee, dat ik, uh, ik niet content was, dat, dat, er was dat hij weg was. En, allee, ja, ja. Het is uh, ah, Sportman is gewoon, denk ik, wel als topsporter. Uh, uh, hij hij wil zijn, uh, zijn mogelijkheden benutten om, om ook terug op dat niveau te geraken, dat hij dat van wil leren en dat probeert te behalen. En, en ik wil mijn plek afdwingen om ook de kopman te zijn. Snap ik. Ja, ik vond hem ook altijd naast de fiets een, een, een leuk figuur. Tom Boonen heeft hier ooit een keer gezegd, Klootzak was het woord toch? hè? Hm. Ja, ja. <laughs> maar dat was dan waarschijnlijk op de fiets. Dat is een, dat is een Ja, ja, dat is een maar ander dat, dat, dat is ook zo, hè. De, in, in de koers zijn er veel. Okay, ik zeg dat zelf van mezelf ook. Dus er zijn nog ja, gaat peloton af. Ik zal ook wel eens de uh, mijn naam zal ook wel eens vallen als Klootzak. Dus uh, ja, de, er is gewoon een verschil tussen. In de koers en in de koerssituatie in een klootzak zijn en daarnaast gewoon normaal, alleen normaal, vriendelijk functioneren. <laughs> uh, of iemand echt, of echt in gevaar zijn. En dat daar wel een, 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 een grote nuance zit. Nu we toch bij je ploeg zijn, little trek, wat is dat allemaal? Hoeveel transfers? Uh, het, lij het lijkt alsof daar ook alles wordt, uh, wordt aangekocht. Ik ga er heel even snel doorgaan. Uh, Patrick Conrad. Theo Gegenhard, Sam Omen, uh, Consoni, Verona, Bajoli, Jonathan Milan. En Tim de Klerk zou de laatste aanwinst zijn. Hoe is het voor jou om daar nu in te zitten, in die, uh, die geruchtenmolen? Is dat dan zeker? Of een, of een soort van hernieuwing van de ploeg? Uh, ja, het is, uh, het is denk ik iets dat in de loop van. Volgend jaar vooral duidelijk zal worden wat, wat de echte grote veranderingen zullen zijn. Denk nu december en, en januari stages of uh, ja, we gaan eigenlijk naar Amerika in oktober. Uh, dan zal dat wel zo wat zijn, maar uh, ja, dan zullen we het dan wel eens vermelden van uh, ja, we hebben nu een budget en volgend jaar moet dit en moet dat en de druk. Maar de echte verandering denk ik dat pas doorheen het komende seizoen zal, zal blijken. Maar ja, het is uh, het is zo dat met zo'n budgetverhoging dat je natuurlijk uh, ook uh, wel heel wat namen kunt aantrekken. En dat zorgt ervoor dat we ineens uh, ja. een verdubbeling hebben. Een zo, verdubbeling ja. Zoals die ja. ene meme, hè? Little Trek 2023, ja. Little ja. ja, oh, Trek 2024, met gewoon een andere ploeg er nog boven. Not so Little Trek. <laughs> ja, klopt. <laughs> uh, de vraag is dan: is er nog wel geld voor Jasper Stuiven? Uh, ja, de komende twee jaar sowieso. Ja. <laughs> maar daarna uh, zullen, we, zullen we wel zien, maar dat is ook nog wel, uh, wel veraf. Oké. Okay. Ik heb een luisteraarsvraag nog van Maurice: uh, Wat is jouw dreamteam mocht je ooit transfereren? Want je zit al hele carrière bijna bij trek. Is er een ploeg waarvan je denkt: daar wil ik naartoe? Zeg niet Jim um, of Visma. <laughs> <laughs> ja, naar uh, Quickstep. Uh, <laughs> um, ja, dat is natuurlijk. Ik kom, kom het wel uit bij Jumbo Visma, maar in C zou ik zeggen, um, allee, mocht je mij die vraag misschien drie jaar geleden stellen, um, zou ik hetzelfde antwoord geven. En ik zou, als ik zou veranderen, denk ik, dat het een ploeg zou zijn die um, wetenschappelijk um, enorm uh, misschien voorstaat op de rest en ook dat hele plaatje covert, um, omdat misschien, bijvoorbeeld Theo. Die komt van Ineos, daar is altijd alles geregeld geweest voor hem. Um, hoogtestages, dat is. Ja. Allee, ik heb die mannen al zoveel bezig gezien uh, op, op Tenerife. Uh, maar die komt dan naar ons in het idee van: ja, maar voor mij is dat goed dat ik wel vrij ben, dat ik een beetje mijn eigen ding kan doen. Terwijl misschien bij mij het omgekeerde. Uh, als ik dan toch naar iets nieuws zou willen gaan, dat ik zou kiezen van: ah, misschien wil ik dan naar een ploeg gaan waar dat ik. Uh, ja, dat ik niet mijn eigen, alles alle eigen, mijn eigen moet organiseren. Misschien dat een ploeg waar dat dat is nu wel het, om geval. het heel om het heel plat, dat waar dat mijn bord op tafel komt met mijn eten waar dat uh, uh, mijn, mijn stage geregeld is, mijn trainingen. Het is zo dat ja, dat, dat wil ik eigenlijk een beetje zeggen, mijn, mijn wetenschappelijk en dat dat dan weet je, alle... hotel mama. Eigenlijk ja, ja, <laughs> hotel mama 2.0. <laughs> <Ja>. uh, <ja. lacht> Ja, het is um, een hele nieuwe ploeg natuurlijk. De vraag is dan een beetje, wat zijn die doelen van, van Lidl Trek volgend jaar? Is dat dan om de grote rondes te gaan betwisten? Of Ik denk het, sowieso, hè. Ja. denk in, in het wielrennen. Allee, we hebben het daar net gehad over, zoek een sponsor. wat gaat een sponsor, waar zit de meeste return is in die Tour? Dus dan wilt je die Tour winnen. Ik denk dat dat uh, ook wel de bekrachtiging is met, of, uh, met Lidl. Maar dat is niet voor volgend jaar, denk ik. ik. denk dat ze volgend jaar gewoon willen meedoen. En uh, ik denk ook Theo is, uh, komt terug uit zijn blessure. zal nog eerst maar moeten blijken uh, op welk niveau. En ik zou denken dat hij volgend jaar er niet naartoe gaat. Uh, maar dat weet je natuurlijk nooit. Uh, Jullie zijn sowieso heel goed bezig. Hè, want in de kleine en grote rittenkoersen ko die er toe doen op een jaar. Hè, dus dan de Romandies en de Baskenlanden en Catalonië, Parijs-Nist, Tireno. Dan zijn jullie naast de UAE en Jumbo-Visma de enige ploeg die een belangrijke kleine rittenkoers hebben gewonnen met hè met Ja, we hebben dit jaar echt wel een supergoed jaar. En, uh, allez, ik denk dat dat met het budget dat we tot op heden hebben uh, ja. en de renners dat we hebben, dat dat echt uh, iets is waar we vier op kunnen zijn. En, uh, Zeker. Dus dat is wel fijn. En ik denk natuurlijk, nu, uh, nu komt dat budget erbij, maar dat is geen garantie om... Misschien dat we dit jaar... Misschien net wat boven ons uh, niveau. Uh, allee, ik denk dat we vierde stonden in de World Tour Ranking, nu niet meer. Uh, en als je kijkt naar budgetten, is dat niet, allee, komt dat niet overeen met ons budget uh, tegenover andere ploegen. En volgend jaar is dat misschien wel zo, dus dan is dat misschien een verwachting. Maar daarom gebeurt dat ook niet altijd. Ja. Uh, maar het is, het is zo dat we inderdaad van de jaar een supergoed jaar hebben op, op alle vlakken met Scalmozen, die, die echt wel uh, ja, mooie ja. dingen heeft laten zien. Hoe blij zit jij dat uh, Tim de Klerk voor je gaat rijden? Mm -hmm. <laughs> uh, ja, dat is een uh, superleuke super gast. Uh, ja, altijd, ik vind het altijd leuk om ook met een Belgische ploeg op pad te zijn. En, en hij is er dan nu ook bij. En, uh, het is altijd wel plezant en sleutig om hem uh, om erbij te hebben. En het is ook gewoon een renner. Dat al heeft bewezen dat hij meer kan als enkel op kop rijden. Ja. Uh, uh, toen ik omloop won was, was hij mee in die, in die kopgroep. En, Nadat hij al het begin van de koers gecontroleerd had en op kopprijdt. Mm. Dus uh, het is iemand dat zo'n motor heeft dat uh, dat wel uh, lang mee kan gaan. Ik uh, denk zowel uh, op als naast de naaste fiets en, uh, een aanwinst voor, uh, voor de ploeg. En of dat dan voor mij, voor Mats of voor een klimmer is in, uh, in de grote rondes. Ik denk dat iedereen er uh, wel uh, tevreden van zal, zal zijn. Ja. Maar je had u niet gebeld vooraf om eens te horen van zeg, uh, Ik kom misschien naar jullie. Hoe zit dat daar? Uh? Uh, hij heeft niet gebeld, hij heeft het mij wel gezegd, <laughs> dat, hij, uh, dat er sprake was. Um, maar ja, dat is, dat is ook heel moeilijk als renner om, om je daarin te gaan moeien, om dat, ja, um, wie neemt de beslissingen. Um, je kunt wel eens laten vallen aan de ploegleiding, uh, van ah ja, ik heb gehoord dat. Um, er zijn heel veel namen, dat je, oh ja, van de namen die dat, 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 dat naar ons komen, dat, dat ik het ook maar wist omdat ik erachter heb, we zitten vissen en vragen van, ja, maar ja, hoe zit het nu en wie komt er nu? En, uh, dus, uh, dan krijg jij een hele lijst van, ho, ho, ho. Ja, dat is te veel. Je hebt dat trouwens niet eens vergeten, denk ik. Gibbons. ben ik vergeten. ja, ja. Dus, uh, va, dus uh, ja, dat is zo. Ik wil er ook een beetje op de hoogte zijn, want ja, soms dan komen ze naar u. Ah, een en die en die komt. En als je dan zo echt van niks weet, dan is het ook zo van een beetje raar. Um, maar uh, ja, het is... ja uh, ook in ieder geval, want het is niet dat je daar al twee jaar rijdt. Je rijdt er al heel je carrière. Je zit daar een van de vaste waarden. Ja, het is niet dat als, uh, als ze... is mijn mening. Uh... Wordt niet geconsulteerd. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> niet van tel. <laughs> we zullen het achteraf wel horen dan. <laughs> ja, ja, Er is uiteraard binnenkort de ronde van Lombardij, Daar kunnen we nog heel weinig over zeggen. Alleen dat we hopen dat het een duel wordt. Dus uh, Pogacar en Evenepoel, denk ik. Hè. Um, en... Denk je het wel? Pogacar heeft net zijn uh, persoonlijk record op de, op de Madonna, was het zeker, Madonna. verbeterd uh, afgelopen weekend. Ik denk dat zijn topfavoriet ervoor al vast stond, maar nu nog meer een start bij zijn eigen naam schrijft. Maar toch, ze mogen me verrassen. Ik hmm. ben benieuwd wat Healy gaat doen. Die was heel goed in de ronde van Luxemburg. Ja. Ja. Maar dat is mijn schaduwfavoriet, mijn bon. Oké. Okay. Kijk er naar uit, denk ik, hè. we kunnen er nog weinig over zeggen, maar het um, is voorlopig ook de laatste aflevering. Um, jammer. Maar binnenkort is er weer een nieuw voorjaar. En er is eerst nog een giveaway die ik moet uh, geven. De uh, truitje van Thijs Sonneveld van uh, Beat Cycling is gewonnen door Ad Steven Peko. Uh, die ook een website heeft trouwens, stevenpeters.be. Man maakt foto's, heb ik gezien. Dus bij deze, naast reclame voor patisserie Chocolatier Gosses, ook voor Steven Peters, fotografie. Um, en die had als antwoord op het um, mooiste moment van de Velta. Sebkus die een atje voor de dorst doet met een magnumfles cava. En dan een emoji met zo'n ontploffend hoofd. Mooie steek naar pluggen. Hoezo? Op alcohol win je geen grote ronde. En de perfecte illustratie van het oprechte en eerlijke karakter van Sebkus. Dreams do come true. Gefeliciteerd Steven, je krijgt het truitje van Thijs Sonneveld. En dan is er uiteraard een nieuwe giveaway. De chocoladebaan. Nee. Uh, Chocolatier Goosens in Antwerpen, de Lange Leefstraat. Nee dus hoor. Uh, Sponsor op die ja. hele. Okay, kan, zo doe je het niet. Nee. Een nieuwe, een nieuwe wielerploeg. Uh, nee, het is een praatje. Ja, ik ga het. Ik ga het laten omhoog. Uh, of tonen aan de camera. Ja, welke camera? Ja, ja uh, die met het lichtje. Ja dus, nee. ja, dus voor de mensen die luisteren, het is een. Truidje truitje van Belgian Cycling, hè? Uh, ja. Van Jasper Struijven, veronderstel ik? Ja, ja, de Lidl en Trek staat, uh, staat erop, dus uh, het is van mij. <laughs> Ongewassen? <laughs> Ongewassen, ook <je> nooit aangaat <laughs> Nee, ik heb er niet mee gekoerst. Uh, ik koers mijn pak en het was uh, niet, uh, niet koud genoeg om nog een truitje aan te doen. Maar uh, het is wel echt een, een koerstruitje. Oké, okay, zalig. Heel simpel, je moet gewoon de uh, Instagram-pagina van Vals Plat... Dat is Valsplat podcast. Moet je volgen en dan komt daar een post en daarop moet je weer iets reageren. En dan krijg jij misschien het truitje van Jasper Stade. Het uh, zit erop. Niet alleen vandaag, maar ook voor dit seizoen. Dirk, enorm blij dat je erbij was. Ja, ik kan eigenlijk ook. Ja, ja. <laughs> Nico? Een paar keer vervangen, ja. maar altijd met heel veel plezier. Je hebt Jappe met Verve vervangen. Ik zou Jappe graag willen bedanken. Ik ga dat niet doen, want hij is er niet ja, en hij heeft ons gewoon doen. in de steek gelaten. Maar Jasper Stuiven, jij wel enorm bedankt. Het laatste doel is het EK Gravel? Uh, Parijs Tours, maar ook, ah ja, Paris Tours. Uh, ook, ook. EK Gravel, ja. ja. BK, EK. Uh, ja. ja. Voilà. Enorm veel succes uh, voor jou daar, want het is in je achtertuin, hè? het is in het Hageland. Ja, dat is, uh, dat is wel leuk. Dat is ook wel omdat ik, uh, ik meedoe. Dus, uh, right. uh, leuke uitdaging, ik heb het nog nooit gedaan, dus uh, dat zullen we zullen wel zien. Maar, uh, dus uh, Het zou geen onbekende ronde mogen zijn voor mij. All right. Dan kijken we er naar uit om jou als eerste over de streep te zien komen bij het EK Gravel. Veel succes daar. En voor iedereen die gekeken heeft naar de aflevering het hele seizoen, bedankt om te kijken. En als je geluisterd hebt, ook bedankt uiteraard. En tot snel. Als je nog niet genoeg hebt van Valsplat, dan kan je gewoon hier ergens klikken. Kan je je abonneren of gewoon naar meer afleveringen kijken? Nog niet genoeg van Friends of Sports? Dan kan je alle andere podcasts ook terugvinden door hier ergens te klikken.